Goedenavond. Een vader en 6 jongvolwassen kinderen verscholen zich jarenlang in een boerderij bij Ruinerwold. Het gaat om 6 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. En dat die dus inderdaad in een afgesloten ruimte 9 jaar lang hebben gewoond. En een 58-jarige man is aangehouden. De politie wil niet bevestigen om wie dat gaat. Maar het vermoeden is dat het dan gaat om, zoals die in de buurt hier bekend staat, om Jozef, bijgenaamd de Oostenrijker. Hij staat net in de hand op, maar midden aan de praat zijn wij nooit geweest. U was ooit degene die hem als nieuwe buurbewoner ontving met een traditioneel doen jullie dat. Wijn en bloemen. Maar toen was het hartstikke slecht weer. En hij kwam naar buiten. Hij nam de fles wijn en de bos bloemen netjes in de hand. En hij zei bedankt en wij konden weer gaan. Normaal, als je dan bij nieuwe buren komt, dan maak je hem een praatje. Maar dat zat er niet in. Ja, Petra, het is een bizar verhaal. Hoe kwam deze zaak aan het rollen? Nou, de oudste van het gezin, 25 jaar was die. Die ging vorige week zondag een biertje drinken bij de buurtkroeg. Hij bestelde er 5 in 1 keer en dronk die ook achter elkaar op. En dat verbaasde de kroegbaas. Daar bleef het op dat moment bij. En afgelopen zondag kwam de jongen weer. En toen is de kroegbaas in gesprek gegaan met de jongen. En zo uiteindelijk in contact gekomen met de politie. Komt een jongen, komt aanlopen hier toevallig waar we nu zitten aan de bar. En die bestelt een paar biertjes en hij zag er al heel verward uit. Dus toen hebben we hem weggestuurd van jongens, we gaan dicht. En afgelopen week komt hij weer terug voor nog een paar biertjes. En toen zag ik hem nog steeds heel verward. Dus ik ben een gesprekje met hem aangegaan van jongen, hoe kom je hier terecht? En toen gaf hij toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had. Wat we direct al zagen. En toen hebben we politie ingeschakeld. Want verwarde indruk, wat voor indruk maakte die? Wat aan hem was verward? Hij gaf al aan dat hij al 9 jaar niet buiten was geweest. Dat is sowieso al vreemd. Normaal als iemand binnenloopt en die zegt dat, dan denk je nou, ik weet het niet. En geen idee waar hij was, wat hij deed. Dat zag je direct aan hem. Om 4 uur gaf burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden een persconferentie over deze zaak. De politie heeft de situatie ter plaatse bekeken. Zij troffen daar in een woonboerderij een aantal provisorisch ingerichte woonruimtes aan waar een gezin een teruggetrokken bestaan voerde. En er werden daar 6 meerderjarige personen aangetroffen. En ongetwijfeld zal er de komende tijd veel meer bekend worden natuurlijk over dit gezin in Ruinerwold. Wij houden je daarvan uiteraard op de hoogte. Goedenavond. Het gezin dat jarenlang verstopt zat in Ruinerwold houdt de gemoederen bezig. Er zijn vooral veel vragen. Bijvoorbeeld, waarom zou je zoveel jaar verschuilen voor de buitenwereld? In Ruinerwold is verslaggever Andries Ophof. Ja, Andries, goedenavond. Eerst werd gezegd dat de man was opgepakt omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek. Nu gaat het dus om vrijheidsberoving en het benadelen van gezondheid van anderen. Wat weet jij meer hiervan? Nou, in de loop van de tijd en de uren die nu achter ons liggen, zijn er steeds meer vragen gekomen in plaats van dat er antwoorden komen. Dat is natuurlijk wel logisch, want het is een hele ingewikkelde kwestie. In ieder geval is wel duidelijk dus dat het OM nu zegt van oké, jij bent verdachte. En hier word je van verdacht. En dat zal morgen ook moeten blijken, want de rechtercommissaris die gaat morgen besluiten of deze Jozef B., een Oostenrijker, of die dan langer blijft vastzitten dan de afgelopen dagen. Is er grond genoeg om dat te doen? Dat is vandaag dus bekend geworden. En wat we ook de afgelopen uren hebben gezien, is dat die jonge man, 25 jaar, heel actief was op social media. Dus hoe vast zat hij eigenlijk hier op deze boerderij? Hij kon aan de wandel gaan. Hij is actief geweest op Instagram, op Twitter, op LinkedIn zelfs, waar hij zijn levensverhaal eigenlijk schrijft, waar hij schrijft dat zijn moeder is overleden, maar ook dat ze gewoond hebben in Zwartsluizen, in Hasselt en in Meppel en later in 2010 hier terechtgekomen zijn. Of het allemaal klopt, ja, dat is ook nog de vraag. Maar we gaan er in eerste instantie vanuit dat hij het zelf gedaan heeft. Maar dan komt dan, die aantal uren die nu voorbij zijn, na de inval van de politie, komt dan weer steeds meer duidelijkheid. Ja, jij bent ook in Meppel geweest, op een werkplaats daar. Wie heb jij daar gesproken? Het is de werkplaats van die Jozef B., hè, want hij verbleef 's nachts eigenlijk niet hier op de boerderij. Dat deed hij in Meppel in een loods. En die loods, er zitten nog een aantal bedrijven omheen. Ik heb eens met de buurman gesproken en nog een aantal anderen. En die vertelden, ja, eigenlijk is het een grote vakman, die Jozef B. Hij kan heel goed met hout werken. Hij maakt prachtige meubels. En
Ja, de boel is dichtgemaakt. Je kunt het zien, hè, als je aan de buitenkant van het pand staat. Dan zie je een hele schutting om de deur heen gebouwd. De ramen zijn afgedekt. Maar hij is daar dan vooral overdag en 's nachts ook wel. En hij slaapt daar ook. Er is een kachel. De buren zeggen, ja, we hebben wel eens gedacht, er is hier brand. Want er kwam zoveel rook, maar hij heeft gewoon een houtkachel erbinnen. Dus hij kan zichzelf daar redden in die loods. Ze verbazen zich erover dat deze man dit zou hebben gedaan en dat hij ook verdachte is. Aan de andere kant, ja, het is een echte klusjesman, een echte vakman. En niemand zoekt het achter hem. Een nieuw hoofdstuk in het verhaal Ruinerwold. Er blijven vragen hoe het nu precies zit met dat gezin in die boerderij. Maar er komen ook wat antwoorden. In ieder geval blijft de aangehouden Jozef B. langer vastzitten. De afdeling Forensische Opsporing van de politie is vandaag de hele dag bezig geweest met onderzoek bij de boerderij in Ruinerwold. Alle ruimtes worden daar digitaal vastgelegd om een volledig overzicht te krijgen van wat zich heeft afgespeeld in de boerderij, waar een vader met 6 kinderen afgesloten van de buitenwereld leefde. De politie wil zo ook zeker stellen dat alle beelden bewaard blijven. Nou werd vandaag ook bekend dat het gezin banden zou hebben met de zogenoemde Moon-secte. Hoe zit dat precies? Ja, de vader is in het verleden ook nog lid geweest van die Moon-secte. En of dat nou nog zo is, dat is nog een vraag. Maar hij was er in ieder geval bij. En ze leven ook ontzettend op een sectarische manier. En die Moon-secte is een secte die afkomstig is uit Korea. En Zuid-Korea en over de hele wereld verspreid is. Heeft iets waarbij de familie heel erg belangrijk is. De natuur heel erg belangrijk is. De zon, alles wat daarbij is. En alles naar binnen gericht en niet naar buiten gericht. Nou, dat zijn eigenlijk wel dingen waar het gezin mee geleefd heeft. Op die manier heeft het gezin ook geleefd. Dat merk je bijvoorbeeld aan de uitspraken die de oudste zoon Jan, dat is diegene die naar de kastelein liep hier in Ruinerwold, hoe die dat beschrijft, hè? Dat hij geleefd heeft samen met zijn ouders en dat hij onderwijs heeft gekregen en dan heel erg close daarop. Dus ja, er is wel sprake van die Moon-beweging en er wordt nu gekeken van in hoeverre dat nu nog op dit moment zo is. Ja, want er wordt gezegd dat ze al 30 jaar niet meer tot die Moon-secte zouden behoren. Als je kijkt naar dat gezin, dat is ook nog groter dan aanvankelijk gedacht werd, hè? We gingen eerst uit van 6 kinderen en een vader hierachter. Inclusief dan nog die Jozef B. Dus op, kom je nog eentje erbij, kom je op 8. Maar er zijn nog 3 kinderen. En dat komt ook door verklaringen van buren van deze mensen. Want ze hebben eerder gewoond in Zwartsluis, in Hasselt en in Meppel. En die mensen zeggen allemaal, er waren meer kinderen. Dus er waren al oudere kinderen dan deze 25-jarige Jan. Nou, in ieder geval wordt het hier afgemaakt, dat forensisch onderzoek. Er zijn nog steeds politieagenten binnen. En recherche is binnen, er staan ook nog steeds busjes. Een uur geleden kwamen nog wat mensen hier aanzetten. Dus er zal van alles nog wel gedaan worden. Totdat dat afgerond is en dan gaan ze weg. En vooralsnog, voor zover ik heb hier gehoord, heb hier in de omgeving, blijft deze boerderij in ieder geval de komende dagen sowieso nog bewaakt. En dan, dan gaat het onderzoek verder. Oké, duidelijk. Dankjewel voor je toelichting, Andries. Ja, meer over het boerderijgezin van Ruinerwold vind je natuurlijk op onze website en in onze app.